Okay. Wij zijn boven en we hebben bespreking met de waarnemend president, waar wij ook aan zitten. De minister van Defensie, mevrouw Matura, meneer Abiyamofo, de voorzitter van de assemblée die zit er ook bij, meneer Ragubar Singh ook, de minister. En meneer McAndrew, ja. In elk geval, wij hebben conform uw opdracht de eisen van ons op tafel gezet. En er zijn een aantal zaken daar natuurlijk aangehaald. En wij zeggen van nee, onze leden die gaan dat niet accepteren. Toch? Voor ons is principieel dat die 5% op die 5% BTW terug moet van benzine. En we blijven principieel daarop en we zijn nog niet eruit. We zijn niet eruit en we hebben gezegd, wij gaan door met de besprekingen. Maar wij zijn hier bij u gekomen om u dit alvast te zeggen. En u te zeggen of te vragen dat u voor vandaag alvast naar huis gaat. Ja, we horen dat toen zilanga. Omdat we op dit moment niet. We gaan in een groter verband straks. Met een grotere vertegenwoordiging van de assemblée ook erbij zitten. En dan gaan wij verder praten. Ja, maar we hebben begrepen dat het regent. Dus daarom zijn we gekomen. U wordt straks via de geëigende kanalen wederom opgeroepen. Maar gelooft u ons, wij blijven bij het standpunt dat u heeft gezegd. En wij gaan proberen natuurlijk om alles te halen wat wij moeten halen. U hoort ook van morgen. Ja, u hoort natuurlijk later van ons wat we morgen gaan doen. Dus blijft in contact met uw bond. Ja, u hoort het straks. Maar voor vandaag alvast bedankt. Wij gaan door hier zo. Yes, trede op strijd! We zijn trots op jullie. We zijn heel erg trots dat je erin getrotseerd. Dat is ons power daar. Dankjewel. Van een mogelijke rantune maatregelen die tegen u zouden worden getroffen. We horen meneer Akampak. Ja. Wij gaan het zo direct wederom aanhalen. Maar er wordt duidelijk over gesproken. We hebben erover gesproken. En we gaan straks door daarover praten. Ja, we zijn niet bang daarvoor hoor. Ondervrede. Is er contact gemaakt met de president? Nee. We praten hier met de waarnemend president. Zij zullen dan verder van hun zijde dan naderhand. Maar u zelf ook van de minister is gehoord? Welke minister? Is dat via naar u toegekomen? Het is via, maar natuurlijk wanneer we iets zeggen, gaan we natuurlijk wel duidelijk met duidelijke signalen werken. Wanneer we duidelijke signalen hebben vernomen, dan pas gaan we het zeggen. Maar we gaan het zometeen ook weer dadelijk duidelijk zeggen aan het eind van die vergadering hier zo. Ja, maar we gaan... dat ze de brandstof niet willen terugdraaien? Ja, ze hebben dus duidelijk aangegeven dat ze dat geld nodig hebben. Maar we hebben ze ook gezegd dat onze mensen dat geld ook nodig hebben. Hoe staat het met het kijken naar het verminderen van loonbelasting? Nee, dat was al afgesproken, toch? Bij een vorige meeting was dat al afgesproken. Dat zou per 1 januari... dus dat, althans, de verschuiving van die belastingsgever die zouden per 1 januari 2024 dus ingaan. Dat blijft op tafel? Ja, dat hebben ze al voorgesteld eerder. Yes. Maar als we dan klaar zijn, straks dan hoort u het weer. Dus wij zijn daar komen praten met onze leden, want we willen de mensen ook niet in deze toestand laten. Dan gaan we ze weer oproepen om met ze te brainstormen over hoe de zaken vandaag verder gaan. Meneer, de directie van AZP heeft net een bericht doen uitgaan dat door deze protestactie de acute zorg nu ook in gevaar is. En ze zeiden dat dit niet de afspraak was. Dat de acute zorg niet in actie zou gaan. Ja, kijkt u. Dat heb ik ook vernomen. Ik heb contact met de directie. En ik heb er duidelijk aangegeven dat wanneer wij van hier gaan, we gaan met haar gaan zitten. Om te kijken wat de problemen precies zijn. Natuurlijk is het niet de bedoeling van de vakbeweging. Ook niet van het personeel hoor. Om mensen hun gezondheid in gevaar te brengen. Maar u moet ook begrijpen. De mensen kunnen de situatie niet meer aan. En iedereen wil eigenlijk erbij zijn om hun stem te laten horen. En om te tonen dat het werkelijk ernstig is. Ik vind het jammer, en dat heb ik zo net boven ook gezegd, dat in deze situaties men eigenlijk het belang van de gezondheidsmedewerkers ziet. Maar ik zal u zeggen,
de overbruggingstoelage van de maand oktober, nee, van de maand september, welke we eigenlijk sinds september moesten ontvangen, welke alle andere landsdienaren hebben gehad, hebben de mensen pas afgelopen week gehad, bepaalde maandag. We moeten nog krijgen van oktober, we weten niet wanneer het komt. Wanneer men praat over het waarderen van de zorgmedewerkers, kunnen we gewoon aangeven dat het helemaal niet op zijn plaats is. Dus wij willen ook niet dat deze problemen zich voordoen. We gaan straks met de directeur praten. Maar ik hoop dat men vanaf vandaag dat ook daadwerkelijk de medewerkers, vooral binnen de gezondheidszorg bij deze, zal waarderen en ook serieuzer zal nemen. Hoe loopt het daar binnen? Nou, het loopt heel zakelijk. Het is niet makkelijk. Ik heb het vanaf het begin al aangegeven. Het zullen harde, keiharde onderhandelingen worden. En dat is het op dit moment ook. Er is nu een padstelling. Hoe lang nog? Nou, ik wil niet zeggen dat er een padstelling is. Maar we zijn nu in gesprek. En we hopen dat we eruit komen. Maar op dit moment zie ik nog geen oplossing. Is er gevraagd dat de acties... Heeft u een tijdlijn? Hoe lang nog? Er is gevraagd dat de acties worden opgegeven. En natuurlijk hebben we duidelijk aangegeven. We wilden niet dat er protesten kwamen. De regering had dit moeten voorkomen. En als je eenmaal daar bent, nou, dan kan ik de leden niet kwalijk nemen. Dat zij eisen dat één klein punt, maar één punt, dat die uitvoering van die brandstof nu wordt aangehouden, zodat wij gezamenlijk kunnen komen tot de oplossing. Dat is wat we vragen. Waarom is het zo zwaar voor de regering? U zegt er is geen padstelling, maar is dat wel een padstelling? Nou, dus ik weet als ik het een padstelling moet roepen, omdat we nu wel in gesprek zijn, toch? Maar we komen nog niet eruit. Maar die wet moet teruggedraaid worden in het DNA. Ja. Heeft de president de bevoegdheid om die wet helemaal te Nee, wetten, kijk, de president kondigt wel de wetten af. En afent, lijkt me daarover even rustig zijn. Maar de wetten worden door DNA gemaakt. En de DNA is de enige instantie die de wet terug zou kunnen draaien. En daarom hebben we ook niet gevraagd, cancel die wet. We hebben gezegd. Hou de uitvoering aan, en de DNA is daar ook boven vertegenwoordigd, niet toch? Hou de uitvoering aan, zodat we kunnen komen tot een rechtvaardigere spreiding. Zodat ook u die hier is, momenteel om mij te interviewen, de doorsnee burger, toch? Het een beetje beter kan hebben, want we hebben het moeilijk genoeg. Ja. En als vakbewegingen hebben we al heel veel water in de wind gedaan. Dus eigenlijk zou u niet naar de VP moeten, niet naar de president, maar gewoon naar DNA. Daar zou u elke keer moeten gaan. Ja, dus kijk, natuurlijk moet je naar DNA, maar het is de regering die de uitvoerende macht heeft. Ja toch, en zij kunnen de uitvoering aanhouden, zodat we in tripartiet verband, in dit verband bedoelen we de vakbeweging, de regering als uitvoerende macht en de DNA als wetgevende macht bij elkaar komen om te komen tot de oplossing. Ja, dus maar de president kan het dus tegenhouden, die uitvoering? De president kan de uitvoering aanhouden, ik zal u uitleggen. De casino's moesten in de vorige wet, voordat het is aangepast, ook btw betalen, het is niet gebeurd. In deze aangepaste wet hoeven ze niet te betalen. Toch, dus het kan. 1 oktober moesten er een paar zaken ingaan, de uitvoering is aangehouden en daar waren we blij om. Omdat we dachten, in die maand vinden we een oplossing. Maar men heeft niet gekeken naar het wetsvoorstel. Totdat we nu protesteren. En dat moeten we stoppen. Maar ik moet nu weer naar boven. Oké, okay. Is er ook succes? Ja, die zijn wel aangehouden, toch? Ja. Dus het enige is nog een beetje. Oké, succes. Oké, het gesprek gaat door. De mensen is gevraagd om naar huis te gaan. En ze zullen naderhand horen en wij natuurlijk ook wat de volgende stappen zullen zijn. Maar voor nu gaan de gesprekken gewoon door. Er wordt hard dat zijn harde onderhandelingen, zware onderhandelingen zeggen ze. Oké, laten we kijken of we nog iemand kunnen spreken voordat we uit de live gaan. Het regent. Het is een beetje chaotisch hier. Het is heel erg krap hier. Iedereen schuilt van de regen.
van de VP. So, alle vakbondsleiders zijn binnen aan het discussiëren. Oké, we moeten een plek zoeken om rustig uit om de livestream te beëindigen. Okay, laten we proberen binnen uit het programma te gaan. Hier binnen is rustiger.